Zoals jullie weten ben ik al 5 jaar bij Albert Heijn. Leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pad. Ik ben net wakker. Net de koffie aangezet. Dan ga ik lekker relaxen. Muziekje luisteren. TV aanzetten. Dat doe ik even gelijk. En ik krijg een app. Een hoofdbericht. Kijk wat het is. En weer zo mistig buiten. Echt niet normaal. Kijk maar. Mistig als de pest. Dus. Maar dan ga ik nou even de tv aanzetten. Die is al aan. En dan zet ik die kastje aan. En dan staat Netflix aan. Die staat aan. Dan ga ik nou even lekker muziek luisteren. Nou, natuurlijk is vandaag voor jullie oudjaarsdag. Nieuwjaar. Dit is nou het nieuwste jaar. Nog een paar dagen. Dan ben ik al een jaar bezig met YouTube. Echt niet kanon hard ga ik met mijn vlogs. Niet normaal gewoon. Bijna een jaar bezig, mensen. Ongelooflijk. Ik kan niet beseffen gewoon. En nu lekker tv kijken met muziek. Maar ik sta er zelf al zo stil van. Dat ik nu al een jaar bezig ben met YouTube. En ik zit nu bij de vlog 329. Dus moet je ook nagaan. Net even lekker haar gedaan, even een stage zoals ik doe. En nog steeds mistig buiten. Jongen, ik zie amper wat. En ik voel hier al kou daarboven. Daar. Voel ik al kou. Zo, kan nog niet. Maar gewoon bizar gewoon. Ja, hij heeft nog steeds een muts op. Met de cashman erbij. Dus, maar wel grappig. Dus, maar dan ga ik even lekker relaxen. Ik ben nu bezig met video's. Maar ik kan niet gelijk editen, maar maakt niet uit. Dus. Maar dan ga ik zo meteen. Maar, richting mijn werk. Oh ja, en mijn vader zei. Ik heb sleutels gevonden. Met zo'n blikopener. En dat is toevallig. Ik had een blikopener, soort van. Aan mijn fietssleutel. Dus ik hoop dat mijn fietssleutel dus. Want hij zei, ja, ligt ergens op zon. Maar dan ga ik denken als ik na werkelijk ben en kijken wat het is. Dus ja. Nou, ik ben net lekker thuis gekomen. Net. En ik heb net even eten op mijn bord gezet. En even lekker warm gemaakt. Dus ga ik net even een minuut aanzetten. 2 minuten zo genoeg. Vind ik 2 minuten zo genoeg. Dus. En even lekker kat eten gegeven. Dat is lekker Rocky. Die gaat altijd, als je hier eit, gaat hij met zijn staartje kijken. Gaat hij maar verder omhoog. Ik weet niet waarom, ik vraag me af echt waarom. De kleine heb dat volgens mij niet. Hè, Kanja? Kijk hem eten dan. Gek beest. Dus, maar dan ga ik lekker eten. Net eten warm gemaakt. Net lang bewerken. En waarschijnlijk, maar het is niet 100% zeker, dat ik vanavond even vuurwerk ga halen. En ik kijk de hele tijd hier naast mijn beeld, maar ik moet zo kijken. Dus ik moet even wennen. Af en toe lukt dat wel en soms niet. Altijd. Dus ik zit lekker gewoon op de relax op de computer. Ga ik ook nog even editen. Dat ga ik ook nog doen. Dus ja. En ik heb waarschijnlijk ook alles niet naar vuur gehaald. Ga ik denk ik wat over hebben. Maar anders morgen. En als ik vuurwerk ga halen. Komt het morgen. Als ik niet vuurwerk ga halen, komt het vandaag. Ga ik vandaag vertellen. Dus weten jullie dat? Houd het gewoon
In ieder geval, blijf kijken. Het zou tof zijn als jullie blijven kijken. Echt. Hoe ver ik omhoog ben gegaan. Met al mijn neus. Ik had eigenlijk niet zoveel verwacht. Maar echt iedereen bedankt die geabonneerd is. Het zou tof zijn als jullie nog delen. Met je familie. Maakt niet uit wie. Dat zou heel erg tof zijn. Als jullie dat zouden doen. Dus ja. Maar wacht even wat eten. Trek. Echt trek. Ja. Eigenlijk gisteren had het wel ook al gegeten. Maar ja, maakt niet uit. Dus ja. Nou, wat ik eigenlijk wil zeggen is. Zoals jullie weten. Ben ik al 5 jaar bij Albert Heijn. Ik denk dat mijn collega's ook al kijken. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is. Sinds die 5 jaar, ongeveer 5 jaar, 4 jaar werk ik eigenlijk. In die 5 jaar. Zit ik niet echt lekker met nu te werken. Wat wil ik daarmee zeggen? Ik wil eigenlijk niet weg. Omdat. Ik dan geen baan heb, dat is wel logisch. Ik wil moet sowieso een baan hebben. Maar eigenlijk wil ik gewoon weggaan, omdat ik er niet meer naar mijn zin heb. Maar ja, hoe kan ik het tegen, wat, ja, ik wil zo graag weg eigenlijk. Als ene kant, eigenlijk wil ik weg, maar één kant niet. 2 redenen, omdat ik geen baan heb, want ik moet geld verdienen. Nou, met YouTube verdien ik geen geld. Dus dan moet ik wel. En ik werk al 5 jaar. Ik heb daar stage gelopen aan het begin. Van stage ben ik. Gelijk gewoon op zaterdag gaan werken. En van zaterdag ben ik. Eigenlijk. De hele week gaan werken. Nou, door de week eigenlijk. Dus van maandag tot vrijdag, zoals jullie weten. Maar ik heb toen na te denken. Maar ik weet niet hoe ik uit moet. Hoe kan ik vertellen aan al mijn werk? Dat ik eigenlijk. Wat zouden jullie doen? Als jij ergens op je werk. Eigenlijk moet ik soort van. Eigenlijk jullie hulp nodig. Eigenlijk. Kan ik wel blijven. Maar. Ik zit gewoon niet lekker in mijn vel door reden. Ik wil altijd doorwerken. Maar soms heb ik nooit mijn werk af. Ik zeg gewoon eerlijk, ik heb mijn werk bijna meestal niet af. Waarom niet? Ik weet zelf ook niet waarom niet. Ik dacht dat iemand dacht. Terwijl ik eigenlijk wel probeer hard te werken. Maar nu hoor ik heel vaak van mijn collega's, om zo te zeggen. Zijn, je hebt een baas. Bewerken. Ik noem geen naam. En dan heb je nog teamleiders die houdbaar. De houdbaar is dan chips, snoep en zo. Voor de mensen die het niet weten. En je hebt vers. Vers zijn vlees, groente. Wat heb je nog meer? Ja, zulke dingen, weet je. Dan heb je ook één. Heb je er één. Maar het is allemaal verschillend. Maar. Er zijn gewoon teamleiders, om het zo te zeggen. Laten we even meer over teamleiders doen. Die zeggen vaak, Sander, ga doorwerken, dit en dat. En als ik dat vaak hoor, dan denk heb ik gevoel. Ik voel van. Van, we hebben jou eigenlijk niet meer nodig. Zo voelt het voor mij eigenlijk. Terwijl ik zo hard probeer bezig te doen, denk ik van, heb ik wel, is het dan nut nog om bij Albert Heijn te werken? Ik hoor alleen maar, als ik wil, laat het zo zeggen, ik hoor alleen maar negatief. In het begin hoorde ik van, ja, je bent goed bezig, je werkt hard door. Maar nu de laatste tijd denk ik van, willen jullie mij nog of niet? Dus dat is het probleem. Wat is de reden eigenlijk? Wou ik dit niet zeggen, maar ik zit er gewoon niet mee. Ik wou jullie hulp nodig hiervoor. Ik hoop dat jullie me hulp kan bieden.
En ik zat eigenlijk ook te denken om naar het centrum te gaan. Maar dat weet ik nog niet zeker. Maar ja, wat doe je eraan? Ik zeg gewoon eerlijk hoe de sfeer is. De sfeer is wel leuk. Ik zeg gewoon echt eerlijk. Ik vind het echt fijn om met mensen te werken die ik ken. Een beetje babbelen. Ik ben dat gewoon eerlijk. Ik ben een beetje babbelen. En eigenlijk ben ik ook een beetje zat van de hele tijd dezelfde dingen. Natuurlijk dezelfde paden. Maar ja. Dat wil ik wel even bij je zeggen. Dat wou ik kwijt. Dus ja. En dan ga ik nog even lekker video. Ik ben nu bezig met video editen. En ik ga morgen vuurwerk waarschijnlijk halen. Of oud. Nieuwsjaarsdag. Uitjaarsdag. Ja. Nou, morgen ja. Dat is de laatste dag trouwens. Dus ja. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Zou het heel tof zijn. Heel erg tof. Maar dan ga ik even lekker editen nog. Nou, ik ben al een tijdje lekker in Nederland relaxen. Net de vlog geëdit. De vlog is klaar. Het vier binnenkort. Jullie al waarschijnlijk al gezien namelijk. De laatste dag werken. Echt de allerlaatste dag. Morgen. De allerlaatste dag eigenlijk vandaag. Het is nu al 1 uur. Dat ik moet werken bij Albert Heijn in 2016. Dus dan ga ik de laatste keer knallen in 2016. Dan kom ik toch wel beter. Dat ik volgend jaar wat beter jaar heb om mijn werk dan. Ik heb wel een goed leven, vind ik zelf. Nou, negatief zit ik zelf in eigenlijk. Ik ben gewoon zelf negatief, ik weet niet. Ik weet niet hoe. Nou ja, daar moet ik zelf niet over nadenken. Je moet gewoon blij zijn met jezelf. Wel gewoon jezelf kunnen zijn. Dat wil ik gewoon even zeggen, ook naar jullie toe. Maar dan ga ik nu vlog afsluiten. Vonden jullie deze vlog? En dan kun je even eerst allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe eens sowieso een blauw duimpje omhoog. Vergeet dat natuurlijk ook niet hier beneden te abonneren. En dan zeg ik alvast veel kijkplezier naar een nieuwe vlog om 6 uur. En dan zeg ik later.